Ben je een soort bibliotheek voor iPads begonnen? Nee, dat is allemaal, die geschiedenissen die hoef je niet te vertellen. Okay. Waar kom je eigenlijk vandaan? Waar kom je echt vandaan? Waar ik echt vandaan? Ja. Waar ik geboren ben, bedoel je daarmee? Want ja, waar je vandaan komt, daar komt ieder mens vandaan. Maar ik ben in Friesland geboren, maar 100 meter van de Drentse grens. Hoe raak je dan in godsnaam actief binnen de Partij van de Arbeid? Nou, ik ben opgegroeid om te beginnen in een woonkamer met een boekenkast. Er werd, als er over politiek werd gepraat, dan werd er over de Partij van de Arbeid gepraat. En Den Uyl was minister van Economische Zaken in eerste instantie. En dan was hij op televisie en dan zei ik, god, doe maar uit je televisie, maar dat is echt onzin. En dan zei mijn moeder, dat is meneer Den Uyl. En die weet dat heel goed, Jeltje, dus daar moest je naar luisteren. Hoe oud was je toen? Ja, 18 of zo, want wij kregen pas televisie in ons eigen huis toen ik 18 was. Oh ja, oké. Okay. Wie kan waar ben je opgegroeid? Ik ben opgegroeid in Haarlem, in Schalkwijk. En daar ben ik geboren en getogen. Daar heb ik 18 jaar gewoond en toen ben ik naar Den Haag gekomen. Je mocht trouwens pas stemmen als je 23 was vroeger, ja, hè? Dat is ook zo. Is dat zo? Ja, dat is iedereen vergeten. Nu hebben we het over 16. Dat vind ik overigens prima, hoor. Maar ik bedoel, grappig is dat ik pas mocht stemmen toen ik 23 was. Ja, dat vind ik echt onzin. Op mijn 23 werd ik raadslid. Ja? Ja. 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 Toen was ik net 23, maar ja. Stel je voor dat ik dan toen pas voor het eerst had kunnen stemmen. Dat is toch raar? Ik vind dat je, ja, ik vind dat ook dat jongeren vanaf 16 al zouden moeten mogen stemmen. Ja. Want het gaat, dat is gewoon ook een hele belangrijke groep in onze samenleving. En er zitten al heel weinig jonge mensen in de politiek. Dus ja, waarom zouden jongeren zich niet met politiek mogen of moeten bemoeien? Ja. Wat vinden jullie van het vak van raadslid? Jullie zijn allebei raadslid geweest in Den Haag. Na elkaar. Ja. Jeltje, jij bent in 2018 gestopt. Ja. En Mico, jij bent in 2018 begonnen. Ja. Ik blijf gewoon vinden dat een heleboel omgevingsdingen, ik wil niet zeggen stoeptegels meteen, maar alles wat met de omgeving te maken heeft, dat dat heel belangrijk is voor mensen en dat de contacten die je hebt, dat je daar ook heel ver in kunt gaan. Je kunt als gemeenteraadslid door de stad fietsen, afstappen, bij ieder kruispunt is wat overdreven, maar zo af en toe is logisch. Ja. En mensen die daar zijn, zeggen van, goh, woont u hier in de buurt? Woont u hier prettig? Ik ben natuurlijk verhoudingsgewijs, als je in leeftijd denkt, veel later echt actief geworden. Ik was een jaar of 27 toen ik naar die afdelingsvergadering wat ik, en in kleine gemeentes als Abcoude en Vinkveen actief werd voor de Partij van de Arbeid. Maar toen ben ik gaan werken bij de Jari Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau. En ja, toen was ik 27 geloof ik. En toen werkte ik daar als bibliothecaris en archivaris. En ja, dat was erg leuk, want ik deed gelijk vanaf dag 1 mee in de stafvergaderingen van de Jari Beckman Stichting, waar de wetenschappelijke publicaties besproken werden. En ik had overal een mening over. En ik vond ook dat je, zonder dat je een echte wetenschappelijke opleiding in een bepaald onderwerp had, als publicaties van de Jari Beckman Stichting, die toch bedoeld waren voor de leden van de Partij van de Arbeid, maar ook voor anderen die geïnteresseerd in sociaaldemocratie zouden zijn, dat die dat moesten kunnen begrijpen. En dat vonden ze zo vervelend, want als ze dus 6 moeilijke woorden in 6 zinnen gebruikten, dan zei ik dat dat misschien ietsje overdreven was en dat de omschrijvingen ook de wetenschap konden dienen in plaats van dat je moest bewijzen als wetenschapper door moeilijke woorden te gebruiken. Nou, dit soort dingen, dat vonden ze vreselijk. Ik denk dat het, zeg maar, niet vanzelfsprekend is geweest voor mij om te worden wie ik nu ben. Met de achtergrond en waar ik vandaan kom. En, maar ik ben vooral, ik heb het ook niet alleen aan mezelf te danken, denk ik. Ik heb ook heel veel hulp gehad van hele fijne mensen, zoals Jeltje. die mij dan een beetje helpen of een beetje bijsturen. Dus daar ben ik wel heel blij mee en ook wel trots op. Maar het is niet vanzelfsprekend geweest, denk ik. Jeltje, wat wil je de komende 125 jaar nooit meer zien bij de PvdA? Ja, dat vind ik ontzettend. Dat zijn van die vragen
van ik denk, ja, ik heb er wel 20 antwoorden op, maar ik moet kiezen. Dus wat ik eigenlijk nooit weer wil zien, is dat je, zoals toch wel vaker, want ik heb als Tweede Kamerlid zowel, ik zou bijna zeggen, vaak in de oppositie gezeten en ook vaak, tussen aanhalingstekens, dat laten ze vaak geregeerd. En wat toch echt heel gek is, als je op gebieden die voor de sociaaldemocratie heel belangrijk is, zoals wonen, onderwijs en zorg, en dat je daar, omdat je weet dat het alles met inkomensverdeling in de huidige maatschappij te maken heeft, dat als je daar ver van afdrijft in de manier waarop je een regeringscoalitie gaat maken en je dus een regeerakkoord gaat opschrijven. En wat wij dan sociaaldemocraten altijd doen, is dat we ons daar ook aan houden. Hè? Dat is ook een merkwaardige. Ja. Dat is iets heel merkwaardigs. Ik weet niet of jou dat ook opvalt. Dat, ja. Dat je dus gewoon je daar dan ook aan houdt als je die afspraken maakt. Wat ik ook niet meer wil zien van de PvdA, is van die ALV's en ledenraden en congressen waar dan mensen in de rij staan alleen maar om te zeuren gewoon. En dat je dan achter in zo'n zaal staat als jonge PvdA'er en dat je denkt, oh, waar ben ik terecht gekomen? Ja. En ik vond dus het laatste congres in Den Bosch dus heel erg leuk. Want dat is echt de PvdA die we zouden moeten zijn, denk ik. Gewoon lekker gezellig. Ja. Wel inhoudelijk, want het was wel inhoudelijk. Maar gewoon gezellig, snel, leuk. Van wie heb jij in je nog korte carrière het meest geleerd? Nou, ik denk eigenlijk van Jeltje. Nou, dat lijkt me overdreven. Nee, dat denk ik wel. Ik heb van heel veel mensen veel dingen geleerd, maar ik heb veel van Jeltje geleerd ook. Dus ja. Nou, wij zitten hier één keer in de twee weken uren aan de keukentafel te praten over politiek. Maar ook heel veel niet over politiek trouwens. Ja. Ja. En het leven en gewoon alles. En ik heb wel van Jeltje geleerd vooral dat je niet jezelf een minderwaardigheidscomplex moet aanpraten. Omdat je bijvoorbeeld de enige vrouw bent of omdat je ouders arbeiders zijn, zoals bij Jeltje was, maar eigenlijk bij mij ook is. Mijn ouders zijn ook niet echt hoog opgeleid of zo. En dat heb ik wel heel erg van Jeltje geleerd en daar had ik wel moeite mee. Want ik dacht vroeger wel vaak van, de politiek is eigenlijk niet voor mensen zoals ik. Het is eigenlijk niet voor, mijn ouders zijn oorlogsvluchtelingen, mijn moeder is schoonmaker, mijn vader is beveiliger. En heel veel mensen in de politiek komen uit hele andere gezinnen dan die van mij. En vaak dacht ik dan van ja, Wat hebben jullie met Beyoncé? Ik heb heel weinig met Beyoncé. Jeltje? Ja, sorry. Heb je de documentaire al gezien? Nee. Maar ik vind sommige dingen wel heel goed die ze doet. Niet de laatste act van haar, die documentaire en zo, maar daarvoor had ze iets met wat heel erg ging over bevrijding van vrouwen. Eigenlijk in combinatie met het zwart zijn, maar vooral het vrouwen en zwart zijn. En dat vond die act. Formation. Ik wist niet eens meer hoe het heette, dankjewel. Wat in Formation gebeurde, dat vond ik wel iets waarvan ik denk, nou, jippie. Maar ik heb er niet speciaal iets mee. Ik ben toch meer van de Whitney Houston-generatie, vrees ik. Ja, ik zie, daar begint zij al die te lachen. Het doet wel een beetje pijn. Ja.